Welkom hardlopers. Bij een donker hardlooprondje. Maar ik wil het toch even vaststellen, want het is zo mooi. Het is windstil, je hoort de krekels, je ziet water, je hoort volgens mij een vis springen. En ik heb vandaag wel meer zitten denken aan een vraag die me de laatste tijd bezighoudt. Ik heb nu, denk ik, 3 keer gehoord, echt de laatste 2 weken. Dat is van hoe je beter wordt. En ik, wellicht als je hardlopen langer volgt, dan weet je dat de intervaltraining een van de beste manieren is om beter te worden. Maar de laatste tijd, de laatste half jaar, ben ik wel van overtuigd dat er meer is. Want zoals je wellicht weet, sport ik veel. En daar zit ook wel een key. Want ik weet het, ik zei het van tevoren, rust is goed. Door rust word je beter. Ik ken de verhalen, het is ook waar. Maar toch ga ik iets zeggen wat de meeste mensen niet zeggen. Niet wetenschappelijk onderbouwd, maar puur eigen ervaring. Vaker hardlopen maakt je beter. En vaker kun je denken, ja, van 1 naar 2 keer per week. Nee, ik heb het over van 1 naar 2, naar 3, naar 4, naar 5, naar 6. Misschien wel 7 keer per week. Nou, voor degenen die deze video nog niet hebben weggeklikt. Super. 1 hele grote kanttekening erbij. Je gaat veel minder lopen. Dus als je normaal eenvoudig 10 kilometer loopt, dan ga je gewoon dagelijks 1 of 2 kilometer hardlopen. Echt zo weinig. En dan gewoon iedere dag. En dat zorgt ervoor, zeg maar die repetitie, hè, dat je dat ene ding gewoon echt tot er gewoon een soort gewoonte gaat maken van je. Hardlopen. Gewoon iedere dag. Nou ja, goed. Neem 1 of 2 dagen vrij. Dan ga je gewoon heel klein beetje hardlopen. Iedere dag maar weer. Mijn ervaring, daar word je echt zoveel beter van. Niet alleen zeg maar sportief, hè, dus dat je sneller loopt, dat je beter conditie krijgt. Maar ook het koppie wordt er echt zoveel beter van. En natuurlijk weten we allemaal dat hardlopen goed voor je is. Niet alleen fysiek, maar ook mentaal. Maar iedere dag lopen, ja, hoe simpel kan het zijn? Waarom nou gewoon niet? Dus dat. Loop ze. Succes. En de volgende keer zie je een video meer in de zon. Maar ik vind het toch nog wel een redelijk beeld eigenlijk.